wil zien wat er gebeurt als ik zoveel mogelijk 3-pack blitzes openmaak uit verschillende sets. We hebben hier 10 3-pack blitzes en we gaan helemaal van Paldea Evolved terug in de tijd naar een set uit 2020. Voordat we beginnen wil ik u laten weten dat deze video mede mogelijk gemaakt is door Cardstore. Zonder jullie had ik deze video niet kunnen doen. Wat me dus inderdaad gelijk al opvalt is dat er... Oh, mijn pakje vliegt weg. Woe! In de nieuwste 3-pack blitzers doen ze dus geen muntjes meer, wat ik wel jammer vind. We hebben hier echt een fantastische set waar je natuurlijk gewoon die Magikarp uit kunnen halen. Daar gaan we naar op zoek vandaag. Dan is daar de codekaart van de 3-pack blitzers. En we hebben hier een Vroom promo kaart en dat is letterlijk alles al wat in deze 3-pack blitzers zit. Ik vind Paldea Evolved dan ook echt een geweldige set en ik heb al eerder die Squawkabilly gepakt. Ook de Iono, alleen die Iono is weggegaan naar een van jullie die het op mijn stream heeft gekocht. Dan gaan we één kaartje naar achter en dan zit hij onder vuur. Oh, dat is psychic. Ik heb een tijdje erover gedaan om al deze 3-pack blitzers bij elkaar te verzamelen. En dan zitten er een paar tussen. Daar ben ik echt hyped over. Daar ben ik echt heel erg hyped over. Dan hebben we daar Noibat, Combi, Vespiquen. Wow! Combi en Vespiquen naast elkaar. Bij elke 3-pack blitzer ben ik ongeveer €15 kwijt. Maar de laatste, die kost wel wat meer. Mankey. En onder de Mankey kan al de pool zitten. Oké, we hebben Fletchinder. Onder de Fletchinder zit... Oh, oké, we hebben Kwakkenval. We hebben Kwakkenval. We beginnen al meteen met een vette pool. Gaan we nu over naar het Kwakkenvalpakje. En besef dat we hierna dus nog 9 van dit soort 3-pack blitzers openmaken. Dan hebben we hieronder Grass. Oh nee, helaas. Dan hebben we daar Clavel, Dunsparce, Noibat, Sprigatito, Giacomo, Talonflame. En hebben jullie nou die game eindelijk uitgespeeld? Ik zelf moet hem nog uitspelen, dus Card File Game. Mariel, oké, geen illustration kaart. En, voor de mensen die het niet weten, Tinkaton die slaat met die hamer gewoon zo hard om Corviknight uit de lucht te halen. Ik kan me niet herinneren dat ik die Tinkaton al eerder heb gepakt, dus dat is zeker een win in mijn boek. Dark. Oké, geen illustration kaart, maar wel... Luxray! Oké. Dus we hebben uit de eerste 3-pack blitzers 1 pool gehaald. Dan gaan we nu natuurlijk over naar Scarlet en Violet. En hier moet ik nog steeds de Miraiden en Koran uitpakken. Al ben ik zelf wel meer een fan van Miraiden. Codekaart van deze 3-pack blitzer. Water. Charcadet, Kapsakit, Snoopy's Pokémon, daar Potion, Buizel, geen buizel. Miriam, en die Miriam altijd moet ik ook nog steeds pakken. We hebben daar de enge Spiritomb. Slow, bro. Quaquaval, oké, weer reverse en... Het is de Houndstone. Oké. We zijn nu aan het opwarmen. We gaan over naar de 3 starters Pokémons. En op dit moment vind ik Quaxly het leukste. Eén kaartje naar achter, Grass. En wat is nou jullie favoriete set die de afgelopen 3 jaar is uitgekomen? Voor mij is dat zeker wel Crown Zenith. Maar ik kan je wel alvast verklappen. Die zit er helaas niet tussen vandaag. Dan hebben we daar Blizzy, Tatsugiri, Watrel. Oké, hier kan het alweer komen. Hier kan gewoon alweer een illustration kaart komen. Toadscruel. En... Slow. Laten we dan nu gewoon die Gyarados shiny kaart pakken uit de Gyarados pack. Hoor ik hard. Hoe gaaf ik de nieuwe Pokémon sets ook vind? Grass. Oh nee. Des te verder we teruggaan in de tijd, des te enthousiaster ik word. Dan hebben we daar Flittle, Shroomish, Mankey, Flamigo, Fortress. Dan hebben we daar Blizzy. Blizzy voor meer geluk. Blizzy voor meer geluk. We hebben Sandile. En de Koraidon. Daar hebben we toch gewoon die Koraidon gepakt. Maar wauw, dit is een super vette kaart, jongens. Deze gaat van echt meteen in mijn roman. Van een EX naar een illustration kaart. Als we dit gewoon volhouden met Silver Tempest, hebben we straks die Lugia Alt Art. Ja, en ik denk dat Silver Tempest wel een van mijn favoriete sets is. Ik vind gewoon de Trainer Gallery Arts... Oh, dit gaat helemaal niet goed. Ja, en wat ik al aangaf, vanaf nu beginnen dus die muntjes. En als wij onder Pikachu gaan landen, dan hebben we extra veel geluk vandaag. Hoppa! Het staat op de Pikachu, jongens. Alweer een codekaart. Ja, ik geef ze gewoon allemaal weg vandaag. En deze mooie promokaart van Togetic. We verzamelen even lekker wat confetti voor straks. En dan gaan we meteen beginnen met Lugia. Kom op, we moeten Lugia openmaken. Zover ik weet kunnen de pools uit 3-pack blitzers ook heel erg variëren. De ene keer heb je superveel geluk en de andere keer, ja, wat minder. Alleen het fijne is, er zitten natuurlijk 3 pakjes in. Dus als je uit de ene 3-pack blitzer niet veel geluk hebt, dan ga je het gewoon nog een keer proberen. Meowstic, Glalie, Candice. Dan hebben we daar Growlithe, Misdravus, Wilmer. En dit is zo'n gave set. Kijk ook naar die Murkrow-kaart. Emolga. En nu kunnen we gewoon overgaan naar een mooie Trainer Gallery. Oh, het is alweer de Emolga. Het is weer de Emolga. Lugia pack. Kom op. Oh, het is een Rapidash holokaart. Verschillende sets betekent ook verschillende pools. Dan is het nu tijd voor Reggie-Leggy. En je hoort me zeker niet klagen hoor. We hebben uit elke 3-pack op zijn minst wel iets gehaald. Oh. 1, 2, 3... Een V-star. Oké. En dan gaan we dan voor de Trainer Gallery. Ik zag namelijk een wit randje. En voor als jullie het nog niet weten, een wit randje betekent dat er geen ultra rare in kan zitten. Oh mijn god. Dus wat ik al zei, geen ultra rare Amogus. Maar hier zit iets onder, jongens. Oh, het is de Corviknight VMAX. En deze kaart heb ik nog niet. Dit is echt fantastisch. Ja, het geluk gaat al goed vandaag. Het geluk gaat goed. Daar is onze eerste Trainer Gallery kaart. En deze kaart ga ik echt onmiddellijk in mijn map stoppen. Hier ben ik echt mega blij mee. Damn, oké. We zijn echt aan het omhoog bouwen. We gaan steeds naar betere 3-pack blisters. Er zitten zelfs een paar sets tussen die ik helemaal niet spaar. En één van die sets is Battle Styles. En daar heb je die fantastische Tyranitar Alt Art in. Zit hieronder vuur. Kom op, we moeten het één keer kunnen raken. schade. Ik heb nu niet de codekaart gezien. Die probeer ik altijd te vermijden bij de Sword and Shield set. Klang, oké. Klinkklang. Klinkklang. Oh, het is Frostlass met Candice als trainster. En dan wordt het nu tijd voor een van mijn favoriete sets met een van de meest gehypte kaarten. Dat is Lost Origin. Dit is een set waar ik nog steeds de Giratina uit moet halen. Het is me wel gelukt uit een los pakje om die Aerodactyl alt-art te pakken. Dus als we hier weer iets nieuws te kunnen halen, is mijn dag al helemaal compleet. En we zagen de coin van onze sir. We Violet Burbo en de codekaart. Dan gaan we weer 1, 2, 3, 4 kaarten naar achteren. Fighting. Fire. Hey, we gaan voor die firepool. Let's go. Ik zie heel duidelijk dat hier een pool onder zit. Oké, ik had het randje al gezien. We hebben daar Meditite die aan het genieten is van een lekkere Draven. Ossie. Wat een spuwende Pokémon. Onze Seedot, het wandelende eikeltje. En daar... Wauw. Wow. Oh mijn god. Hey, ik zag het niet aankomen. Ik schrok hiervan. En nou, die lijkt wel een beetje op mij, hè? Ja, laten we niet vergeten dat deze Galarian Berserker er ook bij zit. Die gaat lekker in de rul, man. En besef dat dat Giratina pakje nog moet komen. Nou, als jullie dus zelf van dit soort 3-pack blitzers willen halen, ga dan zeker naar de website van Cardstore. Hun hebben mij geholpen met de helft van de 3-packs. Dus dat is zeker al wat lof waard. Sowieso, hun zijn echt mijn meest trouwe sponsor. Ik had het al gezien, het is vuur, hè? Oh nee, het is fighting. Box of Disaster, dit doet me denken aan God of War. Dan hebben we daar Sliggoo, Sudowoodo, Phantom, Gligar, Squawvet. Als we nou die green intoelen, hè. Barbarackle, oké, geen Trainer Gallery uit dit pakje. En Ariados. Ariados. We hebben nog meer dan de helft van de 3-pack blizzards te gaan. Alleen die spannende muziek is al in mijn hoofd aan het afspelen, jongens. Codekaart. En dan geef ik jullie gewoon een hartje van de Diglett. We hebben daar Gastly, Litleo, de Stox. Oké, geen Trainer Gallery, maar wel... Dan gaan we nu helemaal terug naar de Ardennen, waar ik een keer eerder de Astral Radiance pre-release kit boxen heb opengemaakt. Dit was echt een super vette set en ik heb toen letterlijk op mijn vakantie in België al meteen die Dialga alt-art gepakt. En na deze 3-pack blizzard zitten we alweer op de helft. Oh mijn god, daar is het muntje. Oh, oké, die zit er nog in. En we hebben hier een Charizard coin, dus als dit niet geluk betekent, dan weet ik het ook niet. En de super schattige Sylveon promo kaart die naar een van mijn vrienden gaat. Want haar favoriete evolutie is de Sylveon. Dan beginnen we wel met de Sidgewai. Ik ben echt mega benieuwd of een kaart hierin zit. Het is ook super gaaf om dus zoveel verschillende common kaarten te zien. Ik heb denk ik nog nooit een opening gedaan waarin ik 10 verschillende sets ben nagegaan. Dan gaan we 1, 2, 3, 4 kaarten naar achteren. Geef mij eens. Vuur hier. Ah nee! En sowieso wil ik even een shout-out geven naar Pokeref. Inspiratie voor deze video komt natuurlijk van hem vandaan. Dat is ook gewoon echt de grootste Pokémon legend ever. Ik denk dat ik een randje heb gezien. Teddy Ursa. Regis, het wordt de laatste kaart. En... Oh! VMAXje! We hebben gewoon een VMAX te pakken. Ik weet niet eens of ik deze al heb. We hebben gewoon een Heatran VMAX. Ultra rare. Laat ik bij dit pakje maar eens even mijn ogen... dicht doen. Codekaart. 1, 2, 3, 4. Nu is het vuur. Hier. Stendler. Charmeleon, ik heb echt geen idee wat er allemaal onder zit. En pas bij de laatste kaarten gaan we kijken, jongens. Oh, dit maakt het nog 10 keer spannender voor mij. En jullie kunnen het al zien. Oké, dit is de laatste kaart. Het zou een van deze kaarten kunnen zijn. Oh mijn god! Yo! Dit is een Trainer Gallery alt-artje. Dit is een van mijn favoriete kaarten van de Trainer Gallery set van Astral Radiance. Ik wil deze bijna naar 4C gaan opsturen. Oh mijn god. En de centering van deze kaart is echt super netjes. En stel je voor dat we dan nu nog alsnog die Paldea eruit halen. En... het is de geleed. En jou gaan we omtoveren naar Brilliant Stars. En na het Evolving Skies is dit wel mijn favoriete set van Sword and Shield, denk ik. Ik wou deze video ook echt al zo lang maken. En mijn geluk is echt ongekend vandaag. Alleen, ja, dat openmaken kan beter gaan. Van een beauty. Onze Glaceon promokaart. En ook deze codekaart mogen jullie claimen. En weer 3 pakjes. Maar waar is die Charizard? Onze Duskull gaat al op zoek. En daar gaan we dan. We hebben de codekaart. 1, 2, 3, 4. Geef mij dan ook Psychic hier. Wat stil. Waar is dan die seal? Met daar Ultra Ball, Trophius met een bananenek. Oeh, we hebben daar de sluwe Sneasel. Chimecho, Echo. En Boss's Orders, holokaart. Het is weer een pool. 1, 2, 3. Vista! Choice Belt, Vibrava. Dan hebben we Starmie, ja. En zelfs de Charizard Vista Rainbow heb ik in een PSA team. Dus oprecht, als wij die Charizard alt-art weten te pakken, dan hebben we bijna de hele set compleet. Serieus. We hebben daar Cinchino en... Moffin. Oh, legendarische Arceus. Maak onze al supergoeie dag nog een beetje beter. Wat er? Hey, we hebben hem eindelijk goed. Let's go. 1. Oh. Battle. En uit Brilliant Stars hebben we alleen maar een Bolsas Orders gepakt. Maar treur niet, want nu gaan we over naar een set met de beste Gengar-kaart ter wereld. En dat is natuurlijk gewoon Fusion Strike. Echt, hier heb ik zoveel van geopend. Ja, en het beste wat ik daaruit heb gepakt was serieus de Mew VMAX Alt-Art. Die heb ik uiteindelijk wel verkocht, omdat die op dat moment echt superveel waard was. Alleen dat was nou juist de pool die ik niet op camera had gepakt. Dat vond ik zo jammer. En waarom? We hebben de legendarische Dragonite, alleen wel met een kleinere munt. Het gaat eerst van kleine muntjes naar grote muntjes, naar helemaal geen muntjes. Laatst heb ik een hele boosterbox van Fusion Strike opengemaakt. En daar zat die Greedent V Alt-Art in, die op dit moment, as we speak, ook bij PSA ligt. En dit geluk hadden we helaas niet uit deze 3-pack blister, want hier zit helemaal niks in. Oh nee, het is wel een hele mooie Arcanine kaart. We zijn afgekoeld, maar we gaan het nog kouder krijgen. Nu komt Chilling Reign! Let's go jongens, met de hele vette Snorlax kaart. Ik kan me herinneren dat ik deze 3-pack blister 1 keer eerder heb opengemaakt in een YouTube short. Maar that's about it. Ik heb niet superveel opengemaakt van deze set. Ook nog nooit een boosterbox, terwijl ik de set wel aan het sparen ben. En dat komt vooral door de vette Metagross kaarten die in de set zitten. Nou, ik geef de codekaart een keertje zo. Net zo makkelijk. 3 chille packs van 3 chille vogels. En dan beginnen we met Articuno. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik denk het wel. En dit is dus al een pakje uit 2021, jongens. We gaan steeds verder terug en terug in de tijd. Chill. Water? Water is chill. Oh, het is weer water! Honey. Zo, die ziet er goed uit. Impact Energy. Pep to the peak. Pief to the... Diglett. Oké, daar is Diglett. Golett. Onder de Golett zit de Durling. En oeh, die centering is niet al te goed, jongens. Maar de Sneasel die Fruit Ninja speelt. Onze Farfetch'd. Kecleon. En ook uit deze set kunnen dus geen Trainer Gallery zitten. En we hebben wel een pool. We hebben een pool. En het is... Oh, het is Galarian Slowking V. En dit gaat echt super goed, jongens. Dit gaat echt heel erg goed. Ik blijf maar sleeves pakken. Het houdt gewoon echt niet op. 1 voor 1. Dat gaat wel goed. Goeie boel reeds. 1, 2, 3, 4. Grass hier. Oh nee, Steel. En had ik nou 2 3-pack blizzards meer openmaken, had ik serieus een volledige bootbox aan packs gehad. En er waren een paar sets die ik heel erg graag wil halen. Alleen dat ging net buiten mijn budget. En we doen het nu met 10 3-pack blizzards, waar ik ook echt super blij mee ben nog steeds. We hebben daar... En Rapid Strike Urshifu. Weer een holokaart. En ik heb deze serieus nog niet. Deze heb ik nog niet. Dus die kan in mijn Chilling Reign map. Oh, daar gaan we dan. Goede kaart. Oh, wow, dat was vet. Dat was heel vet. Fighting hier. En hierna komt dus een 3-pack blister waar ik de set niet van spaar. Whirlipede. Dan hebben we daar Twacky. Blitzel. En vond je dit nou een leuke video? Laat zeker vast dat blauwe duimpje achter. Daarmee support jullie mij enorm. Wordt het weer een holo? Wordt het een pool? Daar gaan we! Oh, en het is de panet. Helaas. Al de reverses ga ik ook apart bewaren, want die spaar ik ook van elke set. En daar is hij dan. Het is Battle Styles. Battle Styles is onze ene laatste 3-pack blister. En jullie kunnen het vast raden, we hebben geen Evolving Skies helaas. En dat komt omdat dat €50 kostte voor 3 pakjes. Yo, deze coin heb ik nog niet. Dit is... Shaman, toch? Ja, ik denk dat dit Shaman is. Oh, die is super schattig. Ik denk dat dit de schattigste coin is van vandaag. En natuurlijk Eevee. De prachtige Eevee. Ja, en dit is de set die helemaal vol zit met Rapid en Single Strikes. Wow, dat pakje ging echt heel erg boterig open. Korte kaart. Ik heb wel de Tyranitar en Empoleon Tin opengemaakt. En daar zitten ook wat Battle Styles pakjes in. Maar verder heb ik naast het openmaken van deze packs uit promoboxen nooit pakjes opengemaakt van Battle Styles. Ik weet niet wat het is met deze set, maar op een gegeven moment kan je gewoon echt te veel sparen. En dan voel ik me net een likkie tong. Horsey, Mankey. Oké, Galarian Slowpoke. Gaat er weer een pool in zitten. 3, 2, 1. Oeh, deze heb ik nog nooit gezien, deze kaart. Lurantis. Zoals jullie kunnen zien is het echt een groot rommeltje geworden. En de set die hierna komt, daar ben ik zo hyped over. Daar moet ik nog steeds best wel veel kaarten van hebben. Fire. Sidra, die is zo vet. Rapid Strike, Scroll. We hebben daar weer Cacturne. En ik ga even wat rustiger door dit pakje heen, want ik heb al deze kaarten al zo lang niet gezien. Silly Cobra, Houndour, die de grote steen aan het verplaatsen is. We hebben er alweer de Sidra met zijn Watergun en... Oeh, deze is vet! Die is schaap. Ik vind Steelix een hele vette Pokémon. Ondanks dat ik de set niet spaar, die Steelix ga ik wel bewaren. Het laatste pakje. En hierna gaan we nog maar 3 pakjes openmaken. Het laatste pakje van Battle Styles. Ik ben echt mega benieuwd. 1, 2, 3, 4, vuur! We gaan ervoor. We gaan speedrunnen! Oh, helaas! Het is de Conkeldurr. Dan wordt het nu tijd voor de allerlaatste. De enige. De echte. Vivid Voltage 3-pack blister. Ik heb voor deze 3-pack blister bijna €30 betaald. Omdat het alweer een set uit 2020 is. En voor als jullie niet weten, er zit serieus een hele vette Rainbow Chunkachu kaart in. Wat ook... Zeker wel mijn case is. Oh jee. En dat muntje. Ik weet niet of ik het goed gezien heb, maar is dat serieus gewoon? Oeh. We hebben hier een 3 jaar oude Lugia coin. Deze coin gaat meteen in mijn coinbak. Ik vind het grappig dat elke Stars Pokémon een andere emotie toont. Dit is denk ik mijn favoriete promokaart van vandaag. Kom op, we moeten toch eindigen met die Chunkachu pack. Alweer een Duskull. Wat zijn er veel Duskulls aan de voorkant? Roda. Oh, nee. Ik heb die eens geraakt. Dat is me niet gelukt. Moeten we ook hier 4 naar achteren? Ik hoop het wel. Ik zag het al. Het is water. Waarom zie ik het zo vaak? En ik had het al gehint, maar in deze set kunnen dus de Amazing Rare zitten. Ik moet nog steeds de Amazing Rare Rayquaza kaart hebben. Dus dan hebben we daar Mudbray, Poochyena, die gepakt is door de politie. Oh, 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 Amazing Rare Zamazenta. En een Zeraora holo kaart. We hebben... De Zamazenta heb ik nog niet. De Station wel. Dit had ik niet zien aankomen. 1, 2, 3, 4. Geef mij dan... Charmeleon, Pinsirchin. Al deze kaarten moet ik eigenlijk wel apart houden, omdat ik nog niet zo heel veel van deze set heb opengemaakt. Maar zeker wel de set spaar. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Daar hebben we natuurlijk ook weer onze Beldum. Dan hebben we daar Dusclops. En de allerlaatste kaart van het ene laatste pakje is... Alcremie. Het laatste pakje. Ik moet hier iemand voorbij halen. Kijk, daar is hij weer. Onze Chunkachu. Jij gaat ons vandaag even wat echt geluk brengen met het laatste pakje aan. Met die spannende muziek. Daar gaan we dan. Oh mijn god, ik ben echt zo erg hyped. Goede kaart. Eigenlijk vind ik alle sets leuk. Ik vind alle sets gewoon leuk. Dan gaan we 4 naar achteren. Grass. Oh nee, het is stil. Helaas. Nou, voor de leuke video laat zeker wat dat blauw duimpje achter. Dan hebben we daar Sableye, Milcery. Hoepa. Wishmoor, de fonteinjankende Pokémon. Ik hoop niet dat hij voor ons huilt. We hebben daar Drillboer. Dreadnought. Ik ben op zijn minst super blij dat we gewoon een Amazing Rare hebben. Dan gaan deze ogen weer dicht. En daar gaan we dan. De laatste kaart van 10. 3-pack blitzes. Dus het was een avontuur, jongens. 3, 2, 1. Oh, yes, yes, yes. We eindigen met de Egg & V kaart. Dan wordt het nu tijd voor mijn langste timelapse ooit. Zoveel muntjes, zoveel pools, het paste serieus nog maar net. En natuurlijk is mijn favoriete kaart van vandaag de Starmie V. Want dit is een kaart waar ik al zo lang naar op zoek ben. Like, abonneer, reageer en klik ook zeker op deze video. Want hier heb ik ook een 3-pack blaster in geopend. En dan zie ik jullie de volgende keer. Kijk wat voor een rommel openings als deze met zich meebrengen. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal.